Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op zaterdag 29 december. De satellietfoto zien we veel bewolking en die bewolking is vrij dik. Vanmiddag gaat het daar ook enige tijd uit regenen. Vanochtend blijft het nog wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur ligt tussen de 4 en de 9 graden. En er staat een matige wind uit het westen die in de loop van de dag gaat toenemen en aan zee af en toe krachtig gaat worden. Op de Wadden kan het later vanmiddag zelfs af en toe hard waaien. Vanmiddag is het zo'n 7 tot 10 graden en valt er af en toe regen, de meeste regen in het noorden en oosten. Vanavond wordt het dan geleidelijk aan weer droog, maar de bewolking blijft wel overheersen. En het blijft ook bijzonder zacht. Morgen ook veel bewolking, maar wel op de meeste plaatsen droog. Smiddags dus wordt het 7 tot 9 graden. Er staat morgen een matige wind uit het westen. Later op de dag neemt ook de kans op mist toe. En in het zuiden kan het een beetje gaan miseren. Oudjaarsdag ook veel bewolking met opnieuw 7 tot 9 graden. En tijdens de jaarwisseling blijft die bewolking overheersen. Blijft wel op de meeste plaatsen droog. Dinsdag gaat er af en toe wat regen vallen in de loop van de dag en later kan in het noorden de zon even doorbreken. En woensdag ziet er dan wat vriendelijker uit met zonnige perioden. Het wordt dan een graad of 7.